Vorige week zaterdag werden in de sporthal van Maaspoort Sports and Events de finales geturnd van de Europese kampioenschappen acrogym. Een recordaantal van 23 landen nam in de week ervoor deel aan de voorrondes. Met Rusland, Oekraïne, Engeland en België was de wereldtop volop vertegenwoordigd. Acrogym is een tak van de turnsport die ook in Nederland steeds meer beoefend wordt bij turn- en gymnastiekverenigingen. De sport wordt uitgevoerd in teams van 2, 3 of 4 personen, waarbij de atleten veel disciplines moeten beheersen. Naast kracht, behendigheid en lenigheid moeten de leden van een team blindelings op elkaar kunnen vertrouwen en in staat zijn de choreografie op de begeleidende muziek zo perfect mogelijk uit te voeren. De jury bestond uit zo'n 40 personen die verdeeld over 3 lange tafels ieder een eigen aspect van de uitvoering beoordeelden. Zo kon het toekennen van de punten snel en efficiënt gebeuren. De Nederlandse deelnemers presteerden goed met het behalen van enkele finaleplaatsen, maar moesten de medailles aan de concurrentie laten. Rusland was oppermachtig met 16 medailles, waaronder 11 van de 17 gouden plakken. Het niveau was erg hoog en het publiek in de volgestroomde Maaspoorthal genoot met volle teugen.